Is wel kleurrijk, hè? Op een Spanje. De winnaar mag bijdragen. Ja, het was zacht, vind ik. Eitje dit. Dus de winnaar? Willy. Two days before the training camp starts, Martijn comes to pack his bike up so that he's ready for his flight to Alicante. It's his first time seeing his new bike in real life. Ik heb hem nog niet gezien, nee. Ja, ik heb natuurlijk wat online gezien, maar mijn fiets heb ik nog niet gezien, nee. Ik ben wel benieuwd. Kijk eens. Hij is wel kleurrijk, hè? Zo snel, denk je? Dat verwacht ik wel. Ik denk niet dat ze hebben stilgezeten bij Cannondale. Zo licht, hè? Scheelt wel. Mag wel uit elkaar. Mag wel uit elkaar en die tas staat links van je. Ik weet niet of Max dat zo leuk vindt, maar... Nou, wat ik meestal doe is dat ik deze eigenlijk inpak met een soort van schuimbuizen. En dan nog een beetje bubbeltjes plastic eroverheen, zodat die zeker niet beschadigt. Nee, meestal begin ik met de wielen eruit te halen. Laat ik de banden leeglopen, haal ik de schijfje eraf, zodat die niet krom raken in de fietstas. Klap ik het stuur zo dubbel, pedalen eraf, want die zijn er al af, derrieur eraf. En dan moet het wel goed komen. A few moments later. Max, we gaan weer beginnen. Sorry Max, ik ga hem helemaal uit elkaar halen weer. Hoe lang denk je hier totaal mee bezig te zijn? Ja, ik zal altijd wel een half uurtje rekenen ongeveer. Het ligt er maar net aan hoe vaak je doet natuurlijk. Maar zorg gewoon dat je alles lekker rustig doet en alles goed opbergt. En dan moet het wel goed komen. Kijk, bubbeltjes plastic genoeg. Dat gaat niet aan liggen. Nou loopt die mooi. Kijk, zo kan de ketting in ieder geval nergens heen. We zorgen eerst dat we hier even wat bubbeltjes plastic tussen doen. Gaan we zien of dat past. Kijk, nu halen we hem eruit. Voilà, we kunnen. Op naar Spanje. Hey, klaar voor Spanje. Fietsje ingepakt. Gaan we eens even inchecken. Hey. Oh, jij wordt ook opgefilmd. Ik word ook gefilmd. Paparazzi, alle. Van Spanje, man. Ja, ga mee. Al die mensen gaan lekker skiën, maar lekker fietsen. Ik weet niet of ze wel zo'n groot scanner hebben, hoor. Ja, moet je dan opzetten. Hallo. Hey. Lid. Mooi gewicht. Heeft u een fiets bij u? Ja. Kijk, zijn de zadels en alle stickers van elkaar af? Ja. En de band komen? Ja, allemaal. Plaats op de band? Ja, alsjeblieft. Top, hey, dankjewel. Alleen nog even naar de odd-size bagage en dan zijn we klaar om te gaan. Adios. In order to kill some time before boarding, Bas came up with a game of bingo. It'll be a match between two teams with, on the one side, Martijn and Owen, and on the other side, Josse en Devin. Bas, tell us those rules. Er zijn twee teams. Ik geef jullie beiden 5 minuten. En degene die de meeste selfies maakt met de onderwerpen, met de termen die ik hier op heb staan, die wint deze bingo. En mag het mooiste plekje uitzoeken op de is dat, is dat de prijs? Ja, dat is de prijs. De winnaar mag bij het raampje. Ja, mag bij het raampje zitten. Leuk. Of aan de binnenkant. Als je moet plassen. Als je moet plassen. Ja. Hier, dit is team 1. Nog niet kijken. Oh, ik denk dat dit ploeg. Kom op, hè, samen winnen met z'n tweetjes. 3. Laten we kijken. Nee, ik tel af tot en dan druk ik de stopwatch in van 5 minuten. 3, 2, 1. Succes. Een roze koffer. De krant van vandaag. Transavia vliegtuig, check. Lookalike uit het team, in een lift. Ik heb een sticht erbij. Een ballon. Oké, yes. In een lift. Lift zal daar wel ergens zijn, daar is een lift. Moeten we nog strategie bepalen? Iets wat makkelijk is eerst? Ja, jij hebt de kaart. In een lift, een ballon. Een ballon? Is er een giftshop? Ja. Wat kunnen we... Hey, Transavia vliegtuig. Even slim zijn. Moet je er helemaal bij staan? Doe jij hem even? Ja. Heel goed. Hey, daar staat een roze koffer. Kijk. Kom maar, ga jij hem even.
Heb jij? Heb ik. Anders gaan we eerst naar het informatiebord. Goed idee. Check. Lookalike uit stewardess. Ik denk dat we voor de makkelijke moeten gaan. Ja, het is geen stewardess. Roze koffer, dat was roze? Dat, ik vind het roze. Ja, hè? Roze genoeg. Roze koffer. Check. Analoge klok. Oei, oei, oei. Ja, die hebben ze niet meer, hè? Krant van... Hebben ze een kiosk, hè? Zie je. Nou zo, aan het einde. Kom, we gaan checken. Krant van vandaag. De krant van vandaag. De krant van en een ballon, dat is ook al bij een gift shop. Dus als we dat doen. Een lookalike uit het team. Jezus, dat meen je niet. Was dit er maar. Oh, dit lijkt echt sprekend. Wie zijn jullie? Ja, die tel ik gewoon goed hoor. Jij let op, ja. Hè? Wat moet er nog meer? Ja. Een analoge klok. De krant van vandaag. Dat moet toch moeilijk zijn? Hier, hier is een gift shop. Ja. Hier, de krant. Die krant. Klak. Is het AD? Ja. Selfie? Ja, oké. Wat hebben we? Is het wel van vandaag? Ja, is de krant van vandaag. Het gaat over Willy. Kijk. Willy. Wel een beetje nagekeken met zo'n GoPro, hè? Een ballon. Die moeten ze toch ook hebben daar zo. Bij de kiosk neem ik aan. Even kijken. Nou, krant van vandaag, hè? Alleen maar tijdschriften. Shit. Hier. Oh. Strak voorbij gelopen. Oké. Okay. Check. Je kan ook door. Eigen vlucht op informatiebord. Die moeten natuurlijk ook. Dat is dood, hè? Ja, we hebben een ballon. Oh, een lift, Devin. Moet je in de lift? Oh, hier is de lift. Ja. Oh, dat is toevallig. Hi. Doeg. Nou. Bij de vlucht. Ga erin staan? Ja. Oké. Eigen vluchtinformatie. Hier, op het bord. Gaat hij nog op tijd? Kijk op het bord. Ja. Analoge klok en een ballon, dan zijn we er. In een lift. Zullen we die maar gaan zoeken? Denk het wel. Ballonnen hebben ze hier niet, hè? Daar is een lift. Ah, kijk. Eitje dit. In een lift, hè? Ja, in een lift. Oh, ideaal. Ja, om er alleen maar in te staan, hè? Check. Lookalike uit het team. Lookalike uit het team. Of een stewardess. De klok is ook een... Je zou zeggen, dat is heel makkelijk, hè? Maar misschien moeten we eerst voor een lookalike uit het team gaan. Ja. Ja, wie? Voor wie gaan we? Van een lookalike uit het team. Oei. Net zo snel. Ja, mij. Als je heel goed kijkt. Ja, maar wie heeft die een analoge klok gehouden? Dat is toch. Hey, dat is gewoon een horloge. Is gewoon een analoge klok. Daar zeg je maar wat. Hey, en een ballon, hè? En een stewardess en een piloot. Ik weet niet hoe lang wij nog hebben, maar. Denk... Oh, dan lopen stewardess gaan. Hier, maak nu zelf naar mij. Maak zelf niet. Nee, dat is gewoon stewardess. Gast, dat is gewoon stewardess. Kijk, ik ga de vlucht op. Ik ga nu de vlucht op. Kijk. Nee, draai om. Maak jezelf niet. Ja, die tel ik. Die is goed. Die hebben we. Hey, ligt er ergens een ballon of een analoge klok daarboven? Kijk eens even om je heen. Ballon? Ballon? Hey. Dat is chip. Lucht in een plastic dingetje. Dat is een zak eigenlijk chips. Eigenlijk een ballon. Oké, dan niet. Dit vind ik te makkelijk. Dit vind ik te makkelijk. Lookalike. Ballon? Nee. Dat gaat hem niet worden. Ja, dat is geen stewardess, hè? Gewoon iemand met een hempie aan. Kijk nog een klok zie. Hier om het hoekje? We zijn nu al... We zijn klaar. We zijn klaar. Was hem, denk je? Niet verkeerd. Niet verkeerd, hè? Het is er gewoon niet. Nee, ballon. Een kiosk zonder ballon. Ik denk dat wij het best goed hebben gedaan. Je hadden echt mazzel. Zo? Mazzel. Je weet niet eens hoeveel hadden. Rustig maar. Gewoon inzicht. Hey, maar trash talk is al begonnen dus. Jullie hadden mazzel met een stewardess. Gewoon echt geluk dat ze net voorbij kwamen lopen. Geluk, noem jij geluk? Het is gewoon inzicht. Het is gewoon inzicht. Wij kijken indelen. Gewoon, wanneer boorden ze? Je moet je koers indelen, Martijn Budding. Ja. Je bent alweer aan het sprinten, terwijl... We hebben de uitslagen binnen. Oh. En het mooie is, iedereen heeft een lift gespot. Het Transavia vliegtuig, allemaal zelf. Dat is niet heel moeilijk. De roze koffers zijn er ook gevonden. De krant van vandaag. De eigen vlucht. Een lookalike. Maar één team heeft een stewardess aan de haak geslagen. Dus de winnaar... Zit hier op links van mij. Met 7 goede antwoorden van de 9. Een analoge klok, een ballon. Hebben we niet kunnen vinden. Die waren moeilijk. Hebben we niet kunnen vinden. Hey, maar wel goed gespeeld. Goed gespeeld, jongen. Toch bedankt voor het meedoen. Leuk geprobeerd. Nou, pak je dan het raam? Maar de YouTubers komen dan toch in bovendrijven. Ik ga voor het raam. Voor het raam? Ja. Raam? Ja, ik ook. Maar veel plezier in het midden zitten, jongens. Als ik moet plassen, zal ik even over je heen duiken. Ik
Daar is die. Hoppa. Nou, zo makkelijk is het dus om met fiets te vliegen. Zowel de fiets als ik zijn goed aangekomen, zoals je ziet. We gaan nu naar het hotel en dan kan voor ons het trainingskamp vanaf morgen echt beginnen. And with this view of their hotel, we've come to an end. Don't forget to subscribe for more training camp content and let us know what you think in those comments. We will see you very soon. Adios!